De functie f hangt af van de variabele g. Met fg is g tot de vijfde. g op zichzelf hangt af van de variabele x. Met gx is x tot de derde plus 4x. Combineren we dit, dan krijgen we dat f een functie is van g en g een functie van x is g tot de vijfde met g dus x tot de derde plus 4x. Ofwel x tot de derde plus 4x is een geheel tot de vijfde. F van g en g van x noteren we even voor het gemak met een andere functienaam. Namelijk de functie k, waar k alleen nog maar afhangt van de variabele x. K is een samengestelde functie uit twee schakels. De eerste schakel is fg, g tot de vijfde. En van die schakel zelf kunnen we de afgeleide berekenen, want f-accent g geeft gedifferentieerd naar g 5g tot de vierde. En de tweede schakel waar die functie k uit bestaat is gx is x tot de derde plus 4x. Ook deze kunnen we differentiëren naar x. En dat geeft 3x-raad plus 4. Nou, die samengestelde functie noemen we ook wel een kettingfunctie. Met dus die twee schakels. Maar hoe differentiëer je nu zo'n kettingfunctie? Je snapt wel dat je natuurlijk niet die haakjes uit wil werken, want dat is een ondoenlijk werk. Dus kun je hem ook in deze vorm differentiëren. En hoe ga je te werk bij de volgende functie? Kx is de wortel uit 5x-1. Ook dit is weer een kettingfunctie. Bestaande uit. De eerste schakel FG is de wortel uit G en G op zichzelf is een functie van X, namelijk die uitdrukking onder die wortel GX is gelijk aan 5X 1. Hoe differentieer je nu precies een kettingfunctie? Nou, dat doe je met behulp van de kettingregel. Maar wat is nu precies deze regel en hoe pas je hem toe? Daar gaan we het in deze video over hebben. De kettingregel luidt als volgt: is de kettingfunctie K een ketting van schakels van de functies f en g, waarbij f een functie is van g en g zelf weer een functie is van x, dan geeft dit de volgende afgeleide k-accent x. Eerst differentieer je de functie f naar de variabele g, waarbij je bedenkt dat g een functie is van x, keer vervolgens de afgeleide van g naar de variabele x. Deze regel noemen we de kettingregel. Om te verduidelijken hoe deze kettingregel werkt, bekijken we de allereerste kettingfunctie van deze video. Kx is x tot de derde plus 4x in zijn geheel tot de vijfde. Hierbij is dus één van die schakels, is dus dat stuk tussen die haakjes. En dit noemen we de functie g. De andere functie, de functie f, is dus die vijfde macht van die functie g. Dit geeft dat de afgeleide, k-accent x, is de afgeleide van f naar g. Bedenk dus, er staat dus gewoon eigenlijk g tot de vijfde. Nou, en g tot de vijfde wordt de exponenten voorhalen. En de exponent zelf één lager. Dus 5g tot de vierde. Maar g was natuurlijk die x tot de derde plus 4x. Je laat dus het geheel tussen die haakjes staan en doet er in eerste instantie niks mee. Dit is dus het eerste gedeelte van de afgeleide. En dan het tweede gedeelte is keer de afgeleide van g. Waarbij je dus g differentieert naar x. Je gaat dus de afgeleide nemen van het stuk tussen de haakjes. Dus keer tussen haakjes. Afgeleide van x tot de derde, ofwel 3x kwadraat. En dan de afgeleide van plus 4x, ofwel plus 4. En hiermee heb je de kettingregel toegepast. De uitkomst hoef je niet verder te herleiden. Je mag het dus gewoon zo laten staan. Je hebt hiermee dus de afgeleide berekend. Dan laten we ook even die tweede functie bekijken waar we de video mee begonnen. Om deze functie te differentiëren zet je allereerst die wortel om naar een macht. Dus 5x-1 tot de macht een half. Hierbij zie je dus weer het stuk tussen haakjes als die functie g. En de functie f is dus die functie g tot de macht een half. Dit geeft dat k accent x is dus de afgeleide van die macht, waarbij het stuk tussen haakjes dus gewoon overneemt. En die half, die exponent zet je dus als factor ervoor. En verder wordt die exponent dus 1 lager, dus tot de macht min een half. En daarna vermenigvuldig je met g accent x. De afgeleide van hetgeen wat er tussen de haakjes staat. Dus de afgeleide van 5x-1. En die is gelijk aan 5. Dus vermenigvuldig je de uitkomst nog met 5. Nou, je ziet dat de oorspronkelijke vorm van de functie was een wortelfunctie. Vandaar dat we de afgeleide dus ook weer gaan noteren met een wortel. En dit geeft een half. We dus schrijven als factor 2 eronder. En dan dat stuk tot de macht min een half. Die verhuizen we dus naar de noemer van de breuk, dan zijn we de min kwijt. En de half zetten we weer om naar een wortel, dan krijgen we dus in de noemer 2 keer de wortel uit 5x-1. En dan nog keer 5, die factor zetten we in de teller. En hiermee hebben we de afgeleide met behulp van de kettingregel berekend. Je hebt net gezien dat we de afgeleide van kx is de wortel uit 5x-1, berekenen door allereerst deze om te zetten naar een vorm met een macht vervolgens te differentiëren en als laatste dan weer terug te zetten naar die wortelvorm. Nou, we kunnen dit veel sneller doen door gebruik te maken van een standaardvorm. En deze volgt uit de afgeleide van fx is wortel x. Wortel x kunnen we omzetten naar x tot de macht een half en dit geeft f'x x is x met de macht ervoor gezet een half en de macht zelf een lager, dus tot de macht min een half. Nou, x tot de macht min een half dat kunnen we weer omzetten naar een wortel, dit is namelijk 1 gedeeld door x tot de macht een half ofwel 1 gedeeld door wortel x. We krijgen dus met die factor een half ervoor dat dit gelijk is aan 1 gedeeld door 2 wortel x. Dus fx is wortel x geeft dus als afgeleide fx x is 1 gedeeld door 2 wortel x. Deze standaardvorm gaan we gebruiken om de afgeleide van kx is de wortel uit 5x min 1 sneller te noteren. Gebruiken we die regel om de afgeleide van k te berekenen, dan geeft dit dat de afgeleide van een wortel is 1 gedeeld door 2 keer die wortel. Maar let op, k is een samengestelde functie, met onder die wortel nog een schakel van die kettingfunctie, 5x-1. Vandaar dat we dus ook nog moeten vermenigvuldigen met de afgeleide van die uitdrukking onder die wortel. We gaan die vervolgens dus nog vermenigvuldigen met 5. En deze factor mogen we vermenigvuldigen met de teller van die breuk en dit geeft dus de afgeleide 5 gedeeld door 2 keer de wortel uit 5x-1. En hiermee hebben we dus op een veel snellere manier de afgeleide berekend van die wortelfunctie kx is de wortel uit 5x-1. Laten we hier nog even een drietal voorbeelden bij bekijken. Bereken de afgeleide. Gegeven de volgende formule i is 4 gedeeld door 2x tot de 5 plus 3x tot de derde. Om hier de afgeleide te berekenen is het handig om allereerst... Die uitdrukking uit de noemer te halen. Dus te gaan schrijven als 4 keer 2x tot de 5 plus 3x tussen haakjes tot de macht min 3. Nou, dat hele stuk tussen haakjes kun je dus zien als de functie g, die je in eerste instantie buiten beschouwing laat. Dit geeft dus dat di dx is dus, dus die macht min 3 als factor ervoor gehaald. Dan krijg je dus min 3 keer 4 keer 2x tot de 5 plus 3 en dan. Tot de macht min 4, dus 1 lager. En vervolgens ga je vermenigvuldigen met de afgeleide van wat er tussen de haakjes staat. En dat mag je in de oorspronkelijke functie bekijken, maar kan je natuurlijk ook in de afgeleide bekijken. Want daar staat natuurlijk precies dezelfde uitdrukking. Dus keer 2x tot de vijfde gedifferentieerd geeft 10x tot de vierde. Plus 3x gedifferentieerd geeft plus 3. De oorspronkelijke vorm was een breukvorm, dus schrijven we ook die afgeleide weer in zo'n breukvorm. Min 3 keer 4 keer 10x tot de vierde plus 3. Min 3 keer 4 geeft min 12. De 12 zetten we in de teller en de min zetten we voor de breuk. En verder 10x tot de vierde plus 3 als factor in de teller. En dan dat stuk 2x tot de vijfde plus 3x tot de macht min 4 verhuizen we naar de noemer. Waardoor die exponent dus 4 wordt. En dat geeft dus 2x tot de vijfde plus 3x in zijn geheel tot de vierde. En dan als volgende stap werken we in die teller nog de haakjes weg. En dat geeft 120x tot de 4e plus 36. En de noemer die nemen we weer gewoon over. Dan het tweede voorbeeld. I is 3x kwadraat plus de wortel uit x tot de 4e min 6x. Differentiëren geeft di de x. is 3x kwadraat gedifferentieerd geeft 6x. En dan de afgeleide van een wortel, zoals we net al zeiden. Ik kon op die regel gebruiken. Fx is wortel x. Geeft f-accent x is 1 gedeelte 2 keer wortel x. Dus de afgeleide van de wortel is 1 gedeelte 2 keer die wortel. keer de afgeleide van wat onder het wortelteken staat. Dus keer tussen haakjes. x tot de 4e gedifferentieerd wordt 4x tot de derde. Min 6x gedifferentieerd geeft min 6. Nou, dit kunnen we nog verder herleiden. Namelijk 6x nemen we gewoon over. En het tweede stuk kunnen we 1 breuk van maken. Dit geeft namelijk de factor vermenigvuldigd met de teller en vervolgens ook gedeeld door 2 dat we een teller krijgen van 2x tot de derde min 3 en dan hebben we alleen nog die wortel in de noemer. Dus wortel x tot de vierde min 6x. Dan het derde en laatste voorbeeld. p is 8 keer de wortel 5q kwadraat min 3q. Nou, dit geeft de afgeleide waar we dus p gaan differentiëren naar q, dus dp dq, is. Die 8 is gewoon een losse factor die ervoor staat keer de afgeleide van de wortel en dat is dus gelijk aan 1 gedeeld door 2 keer die wortel keer de afgeleide van wat onder het wortelteken staat dus keer 5Q gedifferentieerd wordt 10Q en min 3Q differentiëren geeft min 3. Dit kunnen we nog herleiden want 8 keer 1 keer 10Q min 3 geeft 8 keer 10Q min 3 als nieuwe teller en de noemer nemen we nu nog even gewoon over. Ook dit kunnen we nog verder herleiden, want 8 gedeelde 2 is 4. En werken we ook direct de haakjes weg, dan geeft dit dat we dus krijgen 4 keer 10Q wordt 40Q. En 4 keer min 3 wordt min 12. En in de noemer houden we dan alleen nog die wortel uit 5Q kwadraat min 3Q over. En hiermee hebben we ook van de derde formule de afgeleide berekend. Dus is een functie K te zien als een kettingfunctie bestaande uit de schakels F en G... Waarbij f dus een functie is van g en g zelf een functie is van x, dan geeft dit dat de afgeleide k-accent x is gelijk aan f-accent g, waarbij g dus een functie is van x, keer g-accent x. Dit was hem weer voor nu. Tot in de volgende video.